voelt zo naar dat je het ene moment de beste van de wereld bent en dan echt niet meer te kunnen hardlopen. Toen ik op de kleuterschool zat, kwam ik er eigenlijk al achter dat ik hard kon rennen, omdat ik altijd van de jongens won. Op mijn 26e ben ik naar de Olympische Spelen geweest en daar heb ik meteen een gouden medaille behaald. Daarna begon ik wel te sukkelen met blessures, totdat ik uiteindelijk in 1998 heb moeten stoppen. Ik kon niet meer traplopen, ik kon niet meer wandelen. Ik had zoveel pijn. Bij het revalidatieproces is vooral Wilfred Sip, die heeft mij geholpen. Dat was de fysiotherapeut bij wie ik terechtkwam na de operatie. Ik denk de mensen om je heen, de support die je van andere mensen krijgt, ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon ook op de lange termijn fit te worden en te blijven.